Yo mensen, wat leven jullie nou? Mijn naam is Mick en vandaag gaan we weer een Smash Packs openen. We hebben natuurlijk vorige keer ook al Smash Packs geopend. Iedereen wou meer, meer, meer. Toen was het nog in de Champions League tijd. Toen was de Champions League hype, dat komt nou wel weer terug. Maar toen waren het dus Champions League Packs. En deze keer zijn er weer speciale packs. Dat zijn namelijk de Adidas Players Pack. En daar zijn de beste spelers van Adidas, die zitten in die speler. Wat? De beste spelers van Adidas zitten in die... ja, bolletjes. En ja, die kunnen we gaan openen. We hebben natuurlijk ook meer packs. Ja, eigenlijk moet ik het balls noemen, denk ik. We hebben ook deze balls. En daar kunnen we voor een speciale een aanvaller, een middenvelder, verdediger, keeper. Dus voor een speciale positie. En dat is het wel zo'n beetje, jongens. Laten we gewoon beginnen met een Adidas bal. En als jij niet weet hoe dit gaat, nou, dan laat ik het even zien. Dan leg ik het even uit. Misschien wil je ooit PES gaan spelen. Geen idee. FIFA is naar mijn mening wel leuker. Nu kan allebei hebben. Nou, het begint dus zo. Alleen de packs zijn leuker. PES en de packs leuker naar mij. Dus al die balletjes gaan nu spinnen. Ik moet dadelijk kruisje drukken en dan gaat hij op een bepaalde bal stoppen. Als hij op een zwarte bal stopt, heb ik eigenlijk gewoon geluk, want dan krijg ik een hele goede speler. Als hij op een gouden bal stopt, dan heb ik eigenlijk een beetje pech, want dan krijg ik een minder goede speler voor mijn geld. Dus eigenlijk is het gewoon gokken, net zoals op FIFA. Je moet maar geluk hebben. Maar ja, ik vind het gewoon leuk gemaakt. Dus laten we op een kruisje drukken. 3, 2, 1, boom! Zoals je ziet gaat hij nou zich, ja, gaat hij nou stoppen op een bepaalde speler. Goud zal dan stoppen op een gouden speler. En ja, daar krijgen we dan een speler in. Hij zit altijd in een PSV pakje omdat ik dat heb ingesteld als mijn tenue. Joyce C. Enrique. Leuk. Leuk. Hey, laten we nog een keer zo'n Adidas pack openen. En ja, dat wordt gewoon lachen. Daarna gaan we een keer een aanvaller of een keeper of een middenvelder of zo. Dat zie ik dan wel. Maar laten we eerst een Adidas doen. En ik schiet hem. En hopelijk het geholpen. Hopelijk heb ik raak geschoten op de zwarte bal. Maar hij rolt nog heel ver door. Is hier nergens zwart? Nee. Nee, dat niet. Ja, dat betekent dat we weer iets mindere spelen krijgen. Ik weet helemaal niet of we eigenlijk een goede speler kunnen krijgen uit een gouden bal. Ja. Oké, laten we nu even een aanvaller pack openen. Of ja, we doen een aanvaller pack. En ja, laten we kijken welke aanvaller wij krijgen. Natuurlijk eigenlijk gewoon hetzelfde als die andere packs. Alleen kunnen die alle aanvallers krijgen in plaats van alleen de Adidas spelers. Deze pack is natuurlijk gewoon hetzelfde als alle andere packs. Alleen krijgen we nu sowieso een aanvaller. En kan die ook bij iets anders zitten als Adidas. Dus laten we gaan doen. 3, 2, 1, boom! En hopelijk krijgen we een zwarte bal. Nee. Ja, ik zie hem daar rechts staan. Als hij twee naar rechts was geweest, hadden we een zwarte bal. Maar nu hebben we de enige echte. Oh, laat. Fata. Het is een spits. Niet wat ik wil. Oké, laten we voor de grap nog een aanvaller pack gaan openen. Omdat ja, aanvallers zijn gewoon het leukste om te hebben. Een Messi of een Ronaldo of zo is veel leuker om te hebben dan een, ja, een goede middenvelder zoals Iniesta. Naar mijn mening dan. Dus ja, ja, moeten wel op een zwarte bal stoppen, hè. Jeetje. En het is Kuyt. Nou, voor alle Feyenoord fans. Alsjeblieft, ik heb Kuyt. Oké, jongens, dit is een verdediger pack. Laten we kijken wat we hierin krijgen. We krijgen dus sowieso een verdediger. Maar krijgen we een ziek goede verdediger of een ziek... Nou, oké, okay, blauwe schoentjes. Misschien is het toch nog een goede speler. You never know. Op zich, ja. Oké, okay, laten we weer zo'n speciale Adidas pakketje openen. Misschien krijgen we wel een zwarte bal hierin. Ik vind dat naar 6, 7 packs dat wel eens nodig is. Laten we hier een zwarte bal in krijgen. We gaan het, de til je stoel op bal doen. En dat gaan we als volgt doen. Ik pak er een bal bij. Wacht. Nou, oké, okay, deze bal is niet echt zwart. Maar het is wel een Messi bal. En ja, het heeft zwart hier. Shout-out naar Jordan die me deze bal heeft gegeven. Shout-out naar de actiesport. Oké, okay, we leggen de bal in de stoel. We tillen de stoel op. En ja, doen tegelijkertijd back. Dus klik. En zakke, je kan nu ook de bal zien. Kom op. Geef me iemand goed. God, God, God dan nu. Waarom? Waarom, 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 waarom. Oké, okay guys, we gaan de allerlaatste pack openen. We doen nog een keer zo'n Adidas pack, omdat het gewoon grappig is. We hebben een Adidas bal. En dan moeten we gewoon iets goeds krijgen. Oké, okay, we doen de Adidas bal pack selfie foto. Oké, okay, jongens, we gaan met deze Adidas pack. Gaan we een Adidas bal pakken en tegelijkertijd een selfie maken. En hopelijk krijgen we iets wat ons geld waard is. Oké, okay, jongens, dan gaan we eerst klikken. Hopsakee, we pakken de bal. En dan, ja, kom op. Kom op, zwart. Ja, ja, ja. De laatste bal is zwart. Oké, okay, wie is het? Wie is het? Oh shit, hij rent. Dat betekent dat het een goede speler is. Come on, EA. Wie is het? Nani. Oké, okay, laat ik eerlijk zijn. Op PES is Nani erg goed. Het is, ja, het is gewoon goed. Kan namelijk op PES geen spelers kopen. Dus Nani is gewoon oké. Okay. En ik vind het een best wel goede laatste bal. Als jij vaker PES bal openingen wil zien, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jou bij een nieuwe video. En dan zie ik jou bij een nieuwe video. En dan zeg ik, Mick, out. Hey. Hallo? Oh, hoi, mijn naam is Mick, tot knap leven van L. En dit is een heel raar intro, maar in ieder geval, we gaan Paperdraft doen. En waarom ik die intro deed? Omdat ik super origineel ben in mijn intro. Holy shit, dat verdient wel een blauw duimpje omhoog. Oh, ik ben zo goed, oh.